Goedemiddag, welkom bij de Zuidas Today Talkshow in de studio van Circle op onze Zuidas. Het is vandaag de eerste keer sinds ons zomerreces dat wij hier weer een talkshow hebben. En jongens, wat heb ik jullie gemist en wat fijn dat jullie er weer bij zijn. Nou, vandaag hebben we weer bijzondere gasten met inspirerende verhalen. Zo hebben we Godfried Schulvink. Godfried is directeur van de WTC Business Club. En we hebben Bert Verschoor. Bert is eigenaar en directeur van Zuidas Travel. Eveneens gevestigd in het World Trade Center. En onze bewoner, deze keer is niet iemand van de Zuidas, maar uit Buitenveldert. Eigenlijk vind ik dat ook Zuidas. Ricky van Deursen. En we gaan weer sporten deze week, want dat hebben we wel nodig na al die vakantie-etentjes en drankjes. Richie gaat hier een heerlijke workout geven van Club Sportief. En ja, zoals jullie al weten, beginnen we altijd met onze eigen circulaire chefkok. Ik heb jou ook zo gemist. Ja, echt hè. Rudolf, wat heeft me allemaal in dat mandje zitten? We moeten wel gewoon blijven eten natuurlijk. Zeker. Je kan wel zeggen, ja, etentjes en drankjes. Ja, maar, nee, maar gezond hè. Nu, we gaan doe het gewoon even in balans allemaal. Kijk. Wat heb je allemaal? Nou, je bent naar Italië geweest, ja? Dus ik denk, nou ga ik lekker origineel doen. Ga ik lekker Italiaans koken. Leuk. Aubergine. Natuurlijk nu de tijd van het jaar. Weer van dat bedrijf waar je altijd de aubergine zag? Nou, dit is dus wel grappig. Dit zijn aubergine lunghi's noemen ze. Jaren kwam jarenlang kwam dat uit Italië en Frankrijk. Maar ja, ze doen het nu natuurlijk in Nederland ook heel goed. Ja. Dus dit is gewoon een Hollandse bodem. Die koop ik via de Lindenhof. Komt niet uit hun eigen tuin, maar is wel een prachtig product. Nou, spaghetti. Wat een apart merk. Gedroogde, de Rumo. Ja, ik weet niet of dat je het in de supermarkten ook kan kopen. Maar ik ben echt heel erg blij met dit merk. Niks mis mee, hè, met de gedroogde pasta. Vergeet dat nooit. Nou, dan ga je een beetje de huid Italiaans... Dus basilicum als kruid, dan denk je, ah, pasta norma. Maar toen dacht ik van, ja, ik moet toch wel eventjes iets creatiever zijn dan dat. Dus, heb ik een saus gemaakt van aubergine met groenten en dit en dat. Dus dat is lekker. Een hele romige saus. Lekker. Daar ga ik straks die pasta op het laatst verder in garen. Ja. Doe wat shiitake champignons erbij of paddenstoelen. En van Brand en Levi, onze vrienden van Brand en Levi, goed gehouden varkens... Een varkensworstje met een klein beetje venkelzaad erin. Lekker. En haal je dat dan uit het velletje? Ja, die haal ik uit het velletje. Oh, ja, en dan heerlijk. Pocheer ik dat eigenlijk, dat soort van gehakt. Maar ik ga het niet helemaal rullen. Ik houd het in stukjes. Ja. Pocheer ik dat in de eigenlijk saus. Een soort hakballetjes dan, maar dan ja, dan, maar dan ook gewoon weer grof. Ja. Niet mooi rond. Lekker, joh. Maar je zal het zo wel zien als je komt kijken in de keuken. En dan denk ik, zo'n klein glaasje, een klein drupje wijn dan. Ja, wijn is een maar. Nou, denk daar dan alvast over na. Ik ben heel benieuwd wat voor wijn je erbij gaat serveren. Ja. Jij die ik keuken heb wel een idee in, al. Kan niet wachten. Yo, ik en zie je tot zo. Strakjes, hè? Kook ze. Dankjewel, Rudolf. Godfried, wat gezellig dat je er bent. Welkom. Dankjewel. Dankjewel voor je uitnodiging. Nou, heel graag gedaan. Heel veel mensen kennen jou, maar wil je nog wel even introduceren? Wie is Godfried Schulvink, die ben jij. Ja, jeetje, wat een mooie vraag ook weer. Godfried Schulvink, vader van twee kinderen, motorrijder, sporter. Schaatsen, hardlopen, fietsen sinds kort. Sportief, joh. Ja. Jeetje. Hey, en motorrijden, want je hebt me ooit een keer verhaal verteld dat je wel eens in je eentje hup de motor pakt. Ja, dat doe ik bij voorkeur ieder jaar. Een aantal weken. Ik heb een druk sociaal leven, veel mensen om me heen, veel praten. En dan is het heerlijk om af en toe eens even het hoofd helemaal leeg te hebben. En dan ga je echt in je eentje, stap je op die motor en waar ga je naartoe dan? Nou, ik heb heel veel in de Pyreneeën gereden. Dus ik denk dat ik daar ongeveer wel iedere bergweg een keer gereden heb. Die ken ik wel. En ik ben nu met de Alpen bezig, dus ik ga over 2 weken ga ik naar de Alpen toe. Oh, wat heerlijk, wat lekker. Ja, dan kijk, iedereen heeft het gehad en jij gaat nog heerlijk genieten. Ja, ik mag nog. Hè? Lekker, heerlijk. Godfried, tijdens ons voorgesprek vertelde je dat jij hotello bent. Ja, ik weet wat dat is, maar niet iedereen. Wat houdt dat in, het begrip hotello? Ik heb hotelschool gedaan alweer een hele tijd geleden. Afgestudeerden van de hotelschool, die noemen elkaar hotello.
En dat is een hele hechte gemeenschap, klopt dat? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik denk dat altijd... Spreken jullie elkaar nog? Of, Regelmatig spreek ik een aantal hotello's zeker nog. Maar vooral het hechten is, als op het moment dat je een vraag hebt, dat je op zoek bent naar iets en je ziet dat iemand ergens werkt en die heeft hotelschool gedaan, dan is die ingang ontzettend makkelijk. En kan je goed, die mensen zijn ontzettend goed te benaderen. Iedereen helpt elkaar graag. Duurzame relatie. Zeer. Duurzame studie ook die je gedaan hebt. En waarom heb je eigenlijk voor die richting gekozen? Ja, dat was een beetje een impulsieve keuze is dat geweest. Ik had vroeger al het stempeltje rechten in Leiden. Het meest voor de hand liggende studie dan. Ja, hè? Mijn vader had dat gedaan en de koningin had dat gedaan. Dus moest ik dat ook doen. Maar ik was toch niet helemaal in de wieg gelegd om boven de rechte lettertjes allemaal te zitten. Dus ik moest iets praktisch doen. Daar ben je avontuurlijk voor, denk ja, ik. Ja, ik moest iets praktisch en diversers doen. Ja, zeker. Nou, dat doe je zeker. Want behalve directeur van de WTC Business Club, trouwens mooi logo hier, WTC Amsterdam Business Club, geef je ook workshops en adviezen voor bedrijven. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja. Nou, ik doe eigenlijk al, want wat ik interessant vind, ook op de hotelschool was dat al, is de dynamiek in organisaties, hoe mensen met elkaar werken, wat de cultuur in organisaties is. Dus ik ben eigenlijk meteen na de hotelschool het organisatieadvieswerk ingerold. En dat doe ik al meer dan 25 jaar. Dus ik begeleid organisaties in hun verandering. En help hun met name aan de voorkant van de organisatie. Dus dat is alles wat met groei en met ontwikkeling te maken heeft. Strategie, herpositionering, teams weer beter laten samenwerken. Dat is waar ik warm voor loop. En vind je dat het veranderd is, 25 jaar, als je kijkt naar 25 jaar geleden en nu? Het is nog steeds meer geautomatiseerd, denk ik ook. Samenwerken in deze zin, dus onderlinge contacten, dat automatiseer je niet. Maar dat bedoel ik, tegenwoordig wordt er heel veel geautomatiseerd. Ja. En ik denk wat jij doet, jij wil natuurlijk gewoon echt die persoonlijke contacten. Toch? Ik denk dat in heel veel organisaties het bij tijd en wijle goed is om weer eens te herijken. Waar sta je nou? Waar kom ik vandaan? Ja. Waar wil ik naartoe? Ja. Ja. En dan helpt het om eens iemand binnen te halen van buitenaf die met andere ogen naar die organisatie kijkt. En daarmee kan helpen. Frisse blik. Ja, mooi. Ja. En ook, je doet het al meer dan 25 jaar, dus je hebt er nog steeds enorm veel plezier in. Daar heb ik heel veel plezier in. Ja. Hoe ben jij bij de club terechtgekomen, de WTC Business Club? Kun je daar iets over vertellen? Ja, via Olivier Otte. Olivier Otte Hello was nu de directeur Hello Zuidas. Maar toen hij die overstap maakte, want vroeger was hij de directeur van de Business Club. Was jouw voorganger, Olivier. Olivier was mijn voorganger. Olivier ken ik al, ik denk al wel 40, 45 maar jaar. Ook hotello? Nee. Van heel vroeger. Wij woonden bij elkaar om de hoek. Olivier heeft mij ooit gevraagd of ik zijn rol wilde overnemen toen hij directeur van Hello's Artists werd. Maar wat mooi. Dus jij bent echt heel goed in het leggen van duurzame relaties. Dat blijkt wel, toch? Ja, zeker. Dat is ook waar de businessclub van WTC Amsterdam voor staat. Mooi. Dus via Olivier ben jij hier terechtgekomen. Ja. Olivier zei, joh, ik heb iets heel leuks voor je. En nu zit je hier al een tijdje. Kun je mij vertellen wat precies de functie is van de WTC Business Club? Ja, het is een netwerkorganisatie. Ja, een platform? Een platform waar mensen samenkomen om ultimo, en daar gaat het natuurlijk om business met elkaar te bedrijven. Ja. Om contacten op te doen, om relaties te leggen. Ja. Om elkaar verder te helpen. Ja. Dat is de functie. En dat, als je een evenement organiseert, dan geef je deze mensen op deze manier een platform om met elkaar in contact te komen. Dus er zijn de hele diverse bedrijven, denk ik, hè, die bij jullie aan boord zitten. Ja, en nee. Want de kern van de Business Club is de Zuidas. Of is eigenlijk WTC Amsterdam. Ja. Dus in principe zijn alle huurders, alle directeuren, eigenaren van de bedrijven die in WTC Amsterdam huren, die zijn automatisch lid van de Business Club. Ja. En bedrijven hier op de Zuidas, die kunnen ook lid worden. Ja, want dat vroeg ik me af, hè? Kan elk bedrijf op de Zuidas lid worden van de Business Club? Ja, in principe wel. Ja.
de contributie die daar dan voor betaald wordt, dat gaat dan met een factuur. En via de Business Club, of via WTC Amsterdam, dan wordt dat via de huur verdisconteerd. Oh ja. Je organiseert, dat vertelde je net al, 6 events in een jaar. Ik kan me herinneren dat jij verleden jaar een fantastisch evenement georganiseerd had in het Olympische Stadion. Ja. En dat was vlak voor dat alles op slot ging. Ja, ongeveer de dag ervoor. Ja, echt een fantastisch evenement. Want die evenementen die je organiseert, baseert dat dan ook op actualiteiten? Want, zoals dit hier met het Olympisch Stadion. Dit ging over de Olympische Spelen in 2020. Ja. Tenminste, die toen nog in 2020 zouden plaatsvinden. Ja. De Road to Tokyo heette dat, heette dat evenement. Ja. En we hadden onder andere Maurits Hendricks. En een roeier, Dirk Uitenboogaard, die later in de Holland 8 goud heeft gewonnen. Ja, fantastisch. Ontzettend leuk om op die manier te praten over wat een sporter nou precies allemaal moet doen om zich voor te bereiden om die ultieme prestatie te leveren. Ja, ja. Maar niet alleen de sporter, ook de organisatie. Dus ook zo Maurits Hendricks, die als eindverantwoordelijke samen met Pieter van de Hoge Band dat allemaal gefaciliteerd heeft. Je had een heel fascinerend verhaal over hoe dat allemaal op de achtergrond aan de touwtjes getrokken werd. Welk event is jou het meest bijgebleven? Ik heb er inmiddels al echt ontzettend veel gedaan. Ik heb ontzettend veel heel erg leuke evenementen georganiseerd. Ja. Maar wat ik zelf in ieder geval heel erg leuk vond, dat zijn twee evenementen die ik rondom de Amerikaanse verkiezingen heb georganiseerd. Ja. Trump, hè? Eentje onlangs in november. Ja. Dat was helaas een online evenement. Dus er was heel weinig interactie tussen de kijkers. Ja. Maar 4 jaar geleden, of 5 jaar geleden is dat inmiddels. Ja, 4 jaar geleden is dat. Toen heb ik een evenement georganiseerd rondom Trump, die toen 100 dagen president van Amerika was. Hè? Dus 100 dagen Trump heette dat evenement. Ja. Het mooie daarvan was van dat evenement is dat we toen vanuit 5 verschillende invalshoeken Trump belicht hebben. Vanuit psychologisch oogpunt, vanuit media, technisch oogpunt, economisch oogpunt, politiek. Een aantal verschillende zaken. En we hadden daar allerlei specialisten zitten die geïnterviewd werden door Marianne Zwagerman. Ook een zeer scherpe dame was dat. Ja. Met de opdracht van mij daarin. Je mag zo scherp zijn op Trump als het maar kan, maar je mag hem niet bashen. Want dat is te makkelijk. Dat hadden we allemaal al gedaan. Ja, precies. Ja. Dus het gaat erom van, wat hebben we nou aan die man? Ja. Want hij zit er nou eenmaal. Ja. Dus hoe gaan we daarmee om? Ja, mooi. Ja. Heel mooi, ja. Het lijkt me heel inspirerend evenement is dat geweest. Nou ja, Need I Say More. SAIL 2015. Ja. Dat was voor mij de tweede keer dat ik daaraan deelnam. Maar wat is dat was dat fantastisch georganiseerd. Ja. Vertel eens even, hoe gaat dat dan? Want je moet die tollships moet je volgens mij 6 jaar van tevoren inboeken, toch? Nou, dat niet 6, maar wel ruim van tevoren inderdaad. En ik had het geluk dat ik heel graag zo groot mogelijk schip wilde hebben. Ja. Dus ik heb daar Gulden Leeuw, de grootste driemaster, commercieel verhuurbare driemaster op dat moment. Die heb ik toen vastgelegd. Ja, niemand wilde zo'n groot schip. Maar hij zat vol, hè? Ik had 170 man maximaal en ik zat helemaal vol. Ja. Met alleen maar leden van de businessclub. Ja, ja. Die mochten ook eigenlijk geen gasten meer meenemen. Nee, zo populair was het. Maar het was niet alleen dat je inderdaad het huren van zo'n schip, maar de catering was fantastisch. De muziek was fantastisch. Mooi. En alles, die werd opgehaald, die werd ook weer weggebracht. Ja. Dus chapeau. Er zijn meerdere WTC's in Nederland. Heb je daar veel contact mee? Een aantal zie je zeker wel. WTC's die ook weer van de eigenaar CBRE zijn. Ja. Dus daar zoeken we heel erg de samenwerking mee. In hoe kunnen we nou zo goed mogelijk de community die werkzaam is in het betreffende gebouw, hoe kunnen we die nou zo goed mogelijk aan elkaar binden? Ja. En hoe kunnen we daar ook een eventuele uitwisseling tussen laten plaatsvinden? Mooi.
Dus dat is zeker. Maar WTC's in heel Nederland, die werken ook samen. Maar daar heb ik verder niet heel veel mee van doen. Maar die werken dan meer op marketingtechnisch gebied samen. Maar ik denk, WTC Amsterdam is natuurlijk ook wel een beetje een... nou, niet een vreemde eend in de bijt, maar het is natuurlijk een heel ander WTC. Het is natuurlijk, je staat hier natuurlijk in het financiële centrum van Nederland. Het is dus bij far de grootste in Nederland, precies. Met kop en schouders. Ja. Maar het profiel van de bedrijven wat hier zit is ook anders. Ja, dan een WTC Almere of zo, noem maar wat. Er zijn heel weinig bedrijven in WTC Amsterdam die daadwerkelijk op trade georiënteerd zijn. Ja. Wij zijn heel erg georiënteerd op die zakelijke dienstverlening. Iets wat hier in die Zuidas allemaal plaatsvindt. Ja. Ik zie nu hier mooi zo'n heel gek plaatje zie ik op de televisie verschijnen, op het beeld verschijnen. Ja, lijkt wel een soort slang. Maar het is het circuit van Zandvoort. Dus we hebben heel mooi, in samenwerking met Holland Casino, hebben we nu een evenement vlak voor de Grand Prix van Zandvoort, 31 augustus. In de haven van Zandvoort, in een beachclub. En dan daarna naar Holland Casino. En daar komt Robert Doornbos, die komt een hele preview, voorbeschouwing geven over waar we allemaal op moeten letten en waar we naar moeten kijken. Wow. Op het moment dat die Grand Prix dan op 4, 5 september, ik weet eigenlijk niet eens de datum uit mijn hoofd, plaats gaat vinden. 5, geloof ik. Fantastisch. Hè? En dat je iedere keer weer zulke fantastische evenementen weet neer te zetten, komt wellicht ook natuurlijk ook door het contact wat je met je hotello's hebt? Nou, dat valt wel mee. Ja, het is met name wat mijzelf heel erg interesseert. Als ik het nou heel erg leuk vind en heel erg interessant vind. En dan, wat zou dan goed matchen bij het publiek? Wat er hier op die Zuidas werkzaam is. En de leden die dus in mijn businessclub zitten. En wat zou ik daar nou heel goed bij vinden passen? En ik heb natuurlijk ook een bestuur. Wat ook mij met regelmaat de juiste ideeën aanreikt. Ja. Zo ben ik met Holland Casino, een van mijn bestuursleden, die gooide deze bal omhoog. Ja, die heb ik natuurlijk meteen ingekopt. Ja, leuk. Ja. Nou, en de vaste golf evenementen die je natuurlijk organiseert. En de rallies. Ja. Nou, echt te veel om op te noemen. Ja. Prachtig. Ja. Heb jij nog ambities voor de toekomst, Godfried? Ja, met wie zou jij nou nog eens een keer echt een evenement willen organiseren? Ik denk bijvoorbeeld aan Maxima. Dat zou wel leuk zijn. Die vind ik wel bij je passen. Heb jij daar contact mee? Nee. dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja. Dus als er iemand daar een mooi contact mee heeft met Maxima, dat zou ik heel leuk vinden. Maar ambities... Maurits, die zat toch in 2007, vindt Maurits? Maurits? Ja. Ik weet niet of dat nou de juiste is. Nee, maar ik zou wel bijvoorbeeld heel erg interessant vinden om bijvoorbeeld de minister van Economische Zaken of de minister-president. Om die eens een keer te hebben. Dus als iemand daar nog contacten mee heeft of daar een linkje kan leggen, dan zou dat mooi zijn. Dit is een oproep voor Marre. U bent van harte welkom. Zo is dat. Ja. En hoe kunnen bedrijven op de Zuidas zich willen aansluiten bij de WTC Business Club? Hoe kunnen ze zich dan aanmelden? Gaat dat via mail? Of... Ja, dat kan heel simpel. Een mailtje sturen naar mij. businessclub@wtcamsterdam.com. Oké, nou hartelijk bedankt. Dus het eerstvolgende evenement, dat is... 31 augustus. Het zit vol, hè? Jongens, het zit helemaal vol. Dus we moeten wachten tot volgend jaar, toch? Godfried, mag ik je hartelijk bedanken voor het delen van je verhaal. Graag gedaan. Dank je wel. Bert, wat gezellig. Ja, zeker. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Welkom in onze show. Wie is Bert Verschoor? Ja, ik ben eigenlijk iemand die van zijn hobby zijn werk heeft gemaakt. Want jij introduceerde mij correct. Ik ben directeur van ZuidasTravel.nl. En ik heb ook andere dingen gedaan in mijn leven. In andere sectoren gewerkt. Maar de rode draad in mijn leven is toch echt de reiswereld. De reiswereld. En een van de hobby's die ik heb, die heeft ook met reizen te maken. Dat is dat ik probeer elk jaar wel een bergtop in Europa... Ja, ik zie het hier. Maar dat ben jij. ...te beklimmen. Ja, daar ben ik. Jeetje. Het lijkt gevaarlijker dan het is. Want als je heel goed kijkt, zie je wel touwen en wat ijzeren haken. Maar ja, je moet geen hoogtevrees hebben. Hè? Je moet niet te veel naar beneden kijken. Nee. Maar dit is een van de dingen die ik heel af en toe dus probeer te doen. Dit is 2019, dus net voor corona. Wow, en waar is dit? Dit is in Monte Rosa, dat is Italië, Zwitserse grens. Oh, ja. En ik heb nog wel een tip voor mensen die een coronaproof hotelletje zoeken.
En dat is, dit is onderweg naar een hele hoge hut, de hoogste berghut van Europa. Die ligt op 4500 meter. En dan kun je lunchen en dan weer terug of je kunt daar gewoon ook blijven slapen. Oh, oké, okay, wat leuk joh. Ja. Zullen we even naar een klein filmpje kijken? Want volgens mij is er ook nog een filmpje wat je... Dat zou dan misschien die hut kunnen zijn. Oh, dat zou die hut kunnen zijn. Nou, dat ziet er echt heel indrukwekkend uit. Ja, het, wow, maar het lijkt alsof je in de middle of nowhere helemaal... Ja, maar het is wel te doen. Het is geen Mont Blanc situatie. Het is wel een hele hoge berg, de vijfde van Europa. En je kunt het ook onder begeleiding doen. Dus. Je bent niet aan je lot. Je wordt niet aan je lot overgelaten. Nee. Tijdens ons voorgesprek, Bert, vertelde je me dat je in Midden-Amerika ooit gewerkt en gewoond hebt. Wat is het verhaal daarachter? Ja, dat klopt. Ik heb ook in andere sectoren gewerkt en ben op een gegeven moment uitgezonden als expat naar Midden-Amerika. En het verhaal daar was dat het vooral pionieren was, ondernemen. Het zijn lastige landen om te werken, omdat je één stap vooruit gaat, dan weer twee stappen terug. Oh ja, het is geen enorme bureaucratie. Het is geen gespreid bedje, zo'n functie, maar daardoor wel heel interessant geweest. Je leert heel veel, denk ik, hè? Bijzondere periode. En een van de dingen die ik daar meegemaakt heb, is dat... Orkaan Mitch langskwam. Oh, de orkaan Mitch. Toen ik daarnet woonde. Dat was echt heel heftig. Hebben we daar een foto van, orkaan Mitch? Dit is wat je inderdaad in eind jaren 1998 is dat precies geweest. Dat viel binnen in Honduras en dat was verschrikkelijk. Dat hele land lag plat. Wij runden toen winkelketens in Honduras. Jeetje. Met elektronica, die werden ook leeg geroofd omdat mensen helemaal niets meer hadden. Dus het was heel veel crisismanagement, dus dat was een leerzame periode. Zo, en ook wel onveilig. Voorstellen. Ik wil het niet vergelijken met Afghanistan nu, maar misschien met Haiti zoals dat nu is met de aardbeving. Het is super onveilig en aan het eind van het liedje zit je gewoon 's nachts met een pistool op je nachtkastje. Jeetje Bert, omdat wat een verhaal, het dan heftig wordt. Jeetje, nou ja. Daar doe je denk ik heel veel ervaring mee op. Qua incasseringsvermogen en creatief denken. Komt goed van pas nu met de coronacrisis. Ja, zeker, zeker. En wat was eigenlijk jouw... kijk dit dan hier. Ja, dit is nog Tegucigalpa. Dat is een paar kilometer van ons huis, groentetijd. Dit lijkt op wat we in Duitsland onlangs in de zomer hadden. Maar dan overtreffende trap. Jeetje, Mina zeg. Hey, en wat was eigenlijk jouw eerste baan in de reiswereld? Kun je daar iets over vertellen? Ik heb jaren als reisleider gewerkt in Zuid-Europa. In diverse landen gezeten en werd gestationeerd voor een aantal maanden in de zomer. En de eerste keer was eigenlijk ook de slechtste keer, althans in de beleving voor mij, omdat ik naar Hongarije moest of mocht. Maar dat was in de tijd dat de Berlijnse muur nog stond. Hier zie je dus dat hij opengesneden is. Maar wat daar aan vooraf ging was dat Oostenrijk had een grens op een kier gezet met Hongarije. Ja. En ik zat in Hongarije. En er waren ook heel veel Oost-Duitse toeristen in Hongarije. En wat gebeurde, die dachten, oké, we kunnen terug naar Oost-Duitsland of we kunnen de vlucht naar het westen nemen. Oh ja. En die mensen hadden helemaal niets. Geen geld, geen paspoort, weinig kleding. Dus die roofden alles van de Nederlandse gasten, van mijn gasten, s'nachts. En dan vertrokken ze. En dan de volgende ochtend stonden die Nederlanders voor mijn neus. Van wat nu? En hoe ga je daar dan mee om? Nou ja, dat lost zich uiteindelijk wel op. En op dat moment is het natuurlijk in je ogen een ordinaire diefstal. Ja. Alleen later besef je dat je in een soort historische gebeurtenis zat. Ja, je mensen zijn wanhopig natuurlijk, toch? Denk ik. Die Oost-Duitsers, die waren heel erg arm. Ja, dat was de tijd van de trabantjes. Dus dat was mijn eerste ervaring. Jeetje, wat een verhaal zeg. Nou, je hebt een prachtig reisbureau, hè, in het WTC. Waar heb je eigenlijk de WTC als locatie? Dat is een maquette van exact. Nou, waarom heb je daarvoor gekozen? Wel passend. Ik zei dat ik in andere sectoren heb gewerkt. En een van de bedrijven waar ik werkte was Roland Berger. Die zit er nog steeds in het World Trade Center. Klopt. En toen had ik het kantoor, wat toen ook al een reisbureau was, wel gespot. En toen de kans zich voordeed in 2008...
ja, heb ik toegeslagen. En de Zuidas was eigenlijk nog niet zo als hij nu is. Hè. Het stond nog in de kinderschoenen. Nee. Waar wij nu vandaag zitten, was er niet. Nee, al die torens waren er niet. Het was nog een soort wasteland, was het. Exact. Ja. En die maquette was er wel. En ik geloofde wel in de visie van de stad Amsterdam dat dat ooit zou gaan gebeuren. Ja. Dus ik heb de naam van het bedrijf ook veranderd in zuidastravel.nl op het moment dat dat helemaal niet zo logisch was. Wat heette het daarvoor? Renaissance reizen. Oh, Renaissance reizen. Ja, die ken dus het was, een begrip Zuiders wat in wording was. En ik heb toch mijn bedrijf eraan verbonden in de verwachting dat het zou gaan werken. Ja. En zo is dat dus gebeurd. Mooi, ja. Je zit echt in het centrum van het financiële zakenwereld. Ja, het is wel zo dat we zitten natuurlijk al hier, maar we hebben over het hele land en ook buiten het land hebben we klanten. Want het is een digitaal dienstverlener, dus we kunnen iedereen bereiken. Ja. Vind jij dat de reiswereld veranderd is ten opzichte van de 80e jaren? Oh, ik zie hier EasyJet. Daar wil je vast wat mee zeggen, met deze foto. Jij neemt een hele ruime periode. Wij vinden eigenlijk zelf in de reiswereld dat het elke 5 jaar wel verandert. Het gaat heel hard met technologie. Ja. Online boeken is natuurlijk heel belangrijk geworden. Is ook meer volwassen geworden. Wij bieden systemen aan bedrijven waarbij ze dan ook controle hebben over medewerkers, wat die boeken, autorisatie, et cetera. Ja. Dus dat is belangrijke technologie. Wat je hier ziet is eigenlijk een reclamestunt van je welste. KLM had vroeger altijd de zwaan als symbool. Ja. En er waren eigenlijk geen concurrenten, geen echte concurrenten. En KLM zat al op betrouwbaarheid en het product was mooi. Ja, ja. En toen kwam EasyJet, die gingen echt voor op de P van, die gingen voor de P van prijs zitten. Ja. En die hadden bedacht, we gaan met die zwanen even de vliegtuigstoel of de vliegtuigtrap op. En de payoff van deze reclame van EasyJet was, voor dit geld ga je natuurlijk niet zelf vliegen. Dus dat was de komst van de low-cost carriers. Die hebben dus heel erg gezorgd dat het product vliegen meer voor het grote publiek is geworden. Mm-hmm. Het was een beetje voor de happy few. Wel is het zo dat het een beetje gestript is, het product. Hè? Dat was vroeger wat luxe. Als je nu in Europa reist, is het alsof je in een bus zit. Andere partijen die in de markt zijn gekomen zijn de Midden-Oosten carriers. Zie je dan Emirates, A380. Qatar, Etihad. En die hebben wel iets van die glamour weer teruggebracht voor ICA-bestemmingen. Ja. Dat is intercontinentaal. Ja, precies, buiten Europa. Er wordt nu weinig gevlogen. Wat ook wel opvallend is, dit is de A380. Mm-hmm. En 12 jaar geleden, als je geen A380 in je vloot had, dan telde je als luchtvaartmaatschappij eigenlijk niet mee. Nee, joh. En nu is die eigenlijk uitgefaseerd, want hij wordt niet meer geproduceerd, omdat hij niet fuel efficient genoeg is. Dus je ziet dat die tijdspannen, dat dingen werken, steeds korter wordt. De Boeing 747 heeft 50 jaar gevlogen. Ja, klopt, ja. Deze gaat er bij heel veel airlines alweer uit. Interessant. En over veranderingen gesproken. Vind je dat er veel veranderd is sinds COVID? En hoe ga je daarmee om? Ja. Nou ja, je timing van dit gesprek is natuurlijk goed in die zin dat wij in de grootste luchtvaartcrisis ooit zitten. Ja. Dat is een feit, het is een zwaar getroffen sector. Van Amerika tot Australië wordt nu steun gegeven. Als dat niet zo zou zijn, dan zouden alle airlines omvallen in het kielzog, hotels, reisorganisaties. Dat is de realiteit. We zijn er nog lang niet. Wat je wel ziet, is dat er heel langzaam herstel is in de markt. Ja. En dat zit met name in de consumentenmarkt. Ja. Die mensen willen uit die lockdown ontsnappen. Ja. Dus je ziet dat KLM en Lufthansa hun vloot verschuiven van meer zakelijke bestemmingen naar de Middellandse Zee bijvoorbeeld. En wij doen dat ook. We hebben vroeger vanuit het verleden ook wel in ons DNA dat we heel veel kennis hebben van leisure. Ja. Daar zijn we ook nooit mee gestopt. We zijn de laatste jaren wel wat meer gepositioneerd als zakenreiskantoor. Maar we zijn voor onze zakenklanten altijd vakanties blijven boeken. En daar ligt nu de focus. Dus de verschuiving is meer dat mensen in de particuliere sector, dat je daar meer boekingen mee hebt de zakelijke sector. Ja, momenteel wel inderdaad. Maar ik ben wel van mening dat de zakenreismarkt zich zal herstellen. Ja. Maar wat we daarvoor nodig hebben is dat Amerika opengaat. Toen Trump Amerika dichtgooide, toen waren we als reisbureau eigenlijk klaar en uitgespeeld. Ja. Als het Biden het nu zou openzetten, dan maar geeft het wel een impuls voor herstel. Heb je daar fiducie in? Want het is niet alleen, het is ook de Aziatische markt, hè? Die ook weer open gaat. Die moet ook open. Ja. Alles moet open. Ja. Wat ons betreft natuurlijk. Ja. Maar Amerika, de Amerikanen mogen al wel naar Europa. En nu is het wachten tot de Europeanen ook naar Amerika mogen. Ja. Dat gaat wel gebeuren. Ja.
Nou ja, natuurlijk gaat dat ook een keer gebeuren. Ik bedoel, dat kun je natuurlijk niet... In het najaar al, denk ik. Ja, ik hoop inderdaad september, oktober. Nou Bert, dan ga je weer lekker keihard aan dan, de slag. Dan gaat de hele markt herstellen, ja. Ja, ja. Waarmee onderscheidt Zuidas Travel zich met andere reisorganisaties? Ja, dat is natuurlijk een cliché, maar dat zijn je mensen. We hebben altijd al een heel ervaren team gehad. Maar zeker in coronatijd bewijst zich dat des te meer. Want alles moest over een andere boeg. Ja. En commercieel was je klaar. Er was geen marktvraag meer. En dan moet je juist heel erg financieel administratief bezig zijn met al die vouchers en refunds. Dus dat hebben we gedaan. Voor ons is accountmanagement heel erg belangrijk. Nou, je hebt best een groot team, hè? Je hebt negen mensen. Ja, dat klopt. In dienst. Dus dat is gebaseerd op accountmanagement. Ja. Heel erg dicht op die klant zitten. Ja. Heel veel weten, vastleggen in profielen. Ja. Al die contactpersonen bij bedrijven gaan heel erg intensief met ons om. En als ze dan wisselen van werkgever, dan gaan ze vaak door met ons bij hun nieuwe werkgever. En dat is natuurlijk fantastisch mond-op-mond reclame. Dit is iets anders. Wat ik nog wilde zeggen is dat voor ons ook heel belangrijk is dat wij one-stop shopping aanbieden. Ik zag net die trein. Ja, wat was dat? Even kijken, dat was in Japan. Hè? Is dat die? Ja, dit is de hele snelle trein in Japan. Wij verkopen dus niet alleen vliegtickets en hotels en car rental, maar ook steeds meer treinen. En dat heb je overal hier in West-Europa, Thalys, Eurostar. Ja. Spanje heeft een enorm netwerk. Nou ja, straks ook op de Zuidas. Hè? Dan zijn ze toch voornemens om een treinverbinding naar Zwitserland, geloof ik. Hè? Toch? Of, dit wordt een belangrijk station voor dit soort treinen. Dus jij zit gewoon fantastisch met jouw locatie als reisorganisatie. Ja. Dus dit is ook trouwens een hele hoge berg, maar dat is iets anders. Is dat Mount Fuji? Fuji. Ja, prachtig. Nou ja, wat je net vertelde over persoonlijke aandacht. Hè. Ik bedoel, wij spreken uit ervaring, wij boeken regelmatig als particulier een reis bij jou. Dus wij vinden het heel prettig om... Ja, ik zit natuurlijk hier ook op de Zuidas, even een wandeling. En alles kan duurmaal geregeld worden. Precies, goed te horen. Ja, daar zijn we echt. Het is heel efficiënt en het is ook altijd een bekend gezicht, dus dat is ook heel fijn. Maar de Silver Bullet. Ja, precies. Nee, die gaat denk ik 500 kilometer per uur. Dus je richt je ook meer op de treinreizen. Ja, en hoe sneller die trein gaat, hoe meer die kan concurreren met vliegtuigen. Ja, snap dat gaat ik. Straks 1000 kilometer afstand kan een trein net zo snel overbruggen als een vliegtuig. Ja. Dus Shanghai-Peking. Gaat straks in 3 uur. Ja, jeetje. Ja. Jij bent, ik ken je al heel lang, jij bent altijd heel positief gestemd, Bert. Hoe kijk jij naar de toekomst? Je hebt net al een beetje iets verteld over als straks die Amerikaanse markt opengaat. Maar wat is jouw prognose? Nou, wat voor de reiswereld natuurlijk heel goed is geweest, is dat we nu constateren dat naast eten en drinken en slapen reizen ook een primaire levensbehoefte is. Want iedereen is natuurlijk helemaal klaar met de lockdown. Het had kunnen zijn dat iedereen die vorig jaar in Nederland op vakantie ging, nu zou zeggen, nou, de komende 5 jaar blijf ik gewoon in Nederland. Ik ga naar hetzelfde plekje terug. Oh ja, ja. Maar dat is helemaal geen sprake van. Mensen willen echt, en dat zie je ook in de consumentenmarkt, nu de grens over, nieuwe plekken weer ontdekken. Dat gaat straks met de zakelijke markt ook gebeuren. We kennen allemaal de voorbeelden van mensen die ergens in dienst zijn gegaan tijdens corona en nog nooit een collega live hebben ontmoet. Dus bedrijven aan de zijde zijn ook alweer bezig met die get-togethers samen met ons. Dus ik ben heel positief gestemd. En het bewijs ligt er ook, want in China en in Amerika is het niveau alweer terug op pre-coronaniveau. Dus dat goed is een horen, vooruitzicht voor de reiswereld. Horen. En tot slot, Bert, de laatste vraag. Hè? Want ben je dit jaar met vakantie geweest? En waar ging de reis naartoe? Nou ja, jij verwacht natuurlijk iets spectaculairs. Maar wij hadden, net als jullie, wij werken dan in de reiswereld, ook te maken met de regels van Rutte en de Jonge. Ja. Dus de keuze was niet reuze. Maar op een gegeven moment stond de bijlaren stonden wel op geel, eventjes. En toen is het plannetje gekomen om dus maar naar Formentera te gaan. Normaal doen we altijd van die toertjes en dan gaan we heel kort ergens en dan weer door. Dit was wat meer relaxed, dat hadden we echt nodig na corona. Leuk. Het maakt ook eigenlijk niet uit waar je zit natuurlijk. Als je maar samen bent, de tijd hebt. Ja. Thuis is het toch vaak een duiventil. Ja. Dus dat... Lekker een andere omgeving is ook inderdaad. Dus het maakt qua locatie niet uit waar je zit. Nee. Maar wij als reiswereld zeggen natuurlijk wel, ver is veel beter. Ja.
Ik snap hem helemaal. Nou, Bert, bedankt voor jouw inspirerende verhaal. Laten we gaan kijken hoe het met Rudolf gaat in de keuken. Dat lijkt me een goed idee. Dankjewel, Bert. Ik heb hem. Zoals ik al had gezegd, we hebben mooie shiitakes. Kijk, aubergine, de lange, de Italiaanse soort. Die gaan we even frituren. En dan is hij meteen op smaak. Daarna deppen we hem droog. Halen we hem even door de bloem. Klein bierbeslagje gemaakt. En dan gaan we frituren. Mooie basilicum om straks af te maken. Spaghetti gaan we zo koken. Wat we met die worstjes gaan doen, snijden we zo in. En dan gaan we dat uit het vel halen. Want ik wil wel die worst smaken en die vars. Dan zou je denken van ja, want we zijn eigenlijk voor stom om eerst een worst te maken en dan weer uit te halen. Ja, dat is wel een beetje waar. We vertellen het gewoon niet aan de slager. Niks aan de hand. Ik ga dat ook straks in de saus garen, dat je dit soort structuur ook houdt. En wat hebben we daarvoor nodig? Cerveza. Dit is van Troost. Amsterdam, prachtig mooi zomerbier. Nou, het past helemaal in het plaatje. Het is bloedverziekend heet. Alleen niet hier in Nederland. En dit beslag gaan we alvast een beetje op smaak brengen. Je weet het ondertussen, een van de favorieten. Korean chili flakes. Dus maar zo. Afkloppen in het beslag. En kijk, je ziet dus ook door dat bierbeslag heb je hem heel licht gepaneerd. Hè? Niet zo'n dikke, lage aubergine. Want de aubergine is natuurlijk ook een beetje vettig en sompig. Althans, dat gevoel, dat mondgevoel krijg je. Als je nou ook nog een dikke laag beslag erom hebt, dan wordt het gewoon niet prettig. Als je deze maat hebt, kom je ongeveer van 5 stukjes pp. Hè? Als je zegt, nou, ik vind de 3 ook al meer dan genoeg, want er zit ook nog altijd gehakt in en de shiitakes. Serveer er nog mooi brood bij of een salade, dan kun je zeggen, we doen wat minder. Oké, dan in een pan, zonnebloemolie, shiitakes bakken, klein beetje zout, glaasje wijn. Het hoeft niet helemaal droog, maar dat hij een beetje stroperig wordt, zou ik bijna willen zeggen. Hier komt hij. Auberginesaus, hè, dus dat worst, gehakt. Nee, dat worst. Dat gehakt. Gaan we zo garen. Als dit gaar is, spaghetti erin. 2-3 minuutjes doorgaren, op het bord, uitgarneren met je basilicum. Aubergine erbij, een glaasje wijn, een stukje brood. Let's go. Tot zo. Nou, dat zag er heerlijk uit. Zeker. Al dat lekkere eten. Maar we gaan nu sporten. Richie, ja, jij gaat naar al die vakantiedineetjes. Gaan wij samen gezellig een workout doen. Tenminste, ik niet. Jij gaat dat doen. Ik doe mee. Ja. Ik zou zeggen, heer dit. Top. Nou, ik ben Richie van Clusportief. Ik ga jullie vandaag weer een leuke, maar vooral zware workout geven. We gaan 4 oefeningen doen van 30 seconden met 10 seconden rust. Ik ga eerst even alle oefeningen voordoen. En daarna gaan we ze lekker met z'n allen doen. De eerste oefening die we gaan doen, is we gaan naar een push-up positie en we gaan naar een plank. En dan gaan we weer omhoog. Dat doen we voor 30 seconden met 10 seconden rust. Dan hebben we even 10 seconden rust. Dan gaan we op onze billen zitten. Leggen we onze handen net onder onze knie. En dan gaan we korte sit-ups maken. Dus met je handen blijf je op je benen zitten. En je gaat omhoog en weer omlaag. Dus zodra je handen weer bij het begin van je knie zijn, ga je weer omhoog. Voor de derde oefening gaan we korte lunges maken. Dus we gaan in lunchpositie blijven zitten en we gaan bouncen. Dit doen we voor 15 seconden. Na 15 seconden zeg ik switch. En dan gaan we naar ons andere been. Dus we blijven weer zo. En voor de vierde en laatste oefening gaan we loopstootjes maken. We doen onze ellebogen vlak voor ons hoofd. Knieën gaan de lucht in. Strekken onze ellebogen uit. En we gaan ze 1 voor 1 omhoog doen. Nou, ik hoop dat iedereen klaar voor is, want we gaan beginnen. Dus we beginnen met de eerste oefening. Dus we gaan die push-up positie en dan gaan we naar de plank. En dan gaan we beginnen in 3, 2, 1 en let's go. Dus je gaat de hele tijd weer netjes omhoog. Je lichaam blijft even in de plankpositie en je blijft werken. Hou dit zo vol en blijf de hele tijd omhoog gaan. En 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Dus je hebt 10 seconden rust. Ga je zitten op je billen. Plant onze handen net onder onze knieën. En dan gaan we beginnen in 3, 2, 1 en let's go. Wil je het wat zwaarder voor jezelf maken, kan je been wat verder doen.
wil je het wat lichter voor jezelf maken, doe je benen iets dichter bij je billen. En je blijft werken. Een beetje tegen goed voelt branden in je buikspieren. En 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Dus staan we op. Pakken we de palm in de lunchpositie. In 5, 4, 3, 2, 1 en let's go. Dus je blijft de hele tijd zo bouncen. Dat je echt die spanning op je bovenbeen blijft houden. En je blijft werken. En dan switchen we van been in 5, 4, 3, 2, 1. En switch van been. En je ziet echt dat die knie de hele tijd bijna de grond aantikt. Zo blijf je dan ook werken. En 5, 4, 3, 2, 1. En rust. We gaan naar de laatste oefening van deze ronde. En dat doen we daarna. Nog één keertje opnieuw zometeen. In 3, 2, 1. En let's go. Dus je knieën gaan de lucht in. Je armen strek je. Je houdt je ellebogen recht vooruit. En je blijft werken. Dus hou dit vol. Blijf ademen. En gewoon lekker doorgaan. Nog 10 seconden. En 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Nou, we hebben weer 10 seconden rust. Dan gaan we weer naar die push-up positie. En dan gaan we weer bewegen. In 3, 2, 1. En let's go. Blijf dit doorgaan. Je lichaam blijft in een mooie plank. En je blijft werken. Voel echt dat je lichaam de hele tijd moet werken. 10 seconden. En 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Dus je gaat weer naar je billen toe. Gaat weer zitten. En we gaan weer sit-ups maken. In 3, 2, 1. En let's go. En blijf werken. Dus je knieën, dus je handen gaan terug. Draai je vingertoppen het einde van je knieën bereiken. Houd het vol, we zijn al over de helft. 10 seconden. En 5, 4, 3, 2, 1. En nog 2 oefeningen te gaan. Dus gaan we naar de lunches. En we gaan beginnen in 5, 4, 3, 2, 1. En we gaan weer laag. En ons knie raakt bijna de hele tijd de grond aan. Dus je blijft in beweging. Het gaat op een gegeven moment zwaar worden. Je benen gaan verzuren. Maar we blijven werken. In 3, 2, 1. En switch van been. Je knie blijft altijd voor je voet. En deze knie raakt bijna altijd de grond aan. En 5, 4, 3, 2, 1 en rust. En dan gaan we naar de laatste oefening. Dus gaan we loopstootjes maken in 5, 4, 3, 2, 1 en let's go. Dus je knieën gaan omhoog. Je ellebogen wijzen het naar voren. En je blijft stoten. Blijf lekker in beweging. Zorg ervoor dat het lichaam de hele tijd blijft werken. En 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de workout. Ik ben zelf werkzaam bij Club Sportief en wens jullie altijd daar van harte welkom. Nou, tot de volgende keer. Ricky, wat gezellig dat je er bent. Dankjewel. Wie is Ricky van Deursen? Nou, ik ben Ricky van Deursen, 59 jaar. Geboren en getogen in Utrecht en nog steeds werkzaam in Utrecht. En ruim 7 jaar geleden hier naar de Zuidas, Buitenvelden, verhuisd. En waarom heb je voor deze plek gekozen? Ik wilde gewoon even een nieuw leven starten. Dus ik dacht, weg uit Utrecht, andere stad. En ja, deze omgeving is gewoon heel fijn.
Het is groen, openbaar vervoer is goed geregeld. Je hebt alles in de buurt. Ja. Winkelaanbod is groot. Ja, want je vertelde dat je in Utrecht werkt. Ja. En qua vervoer is dat natuurlijk hartstikke makkelijk. Perfecte verbinding. Ja. Ja. En tijdens het voorgesprek vertelde je me een hele grappige anekdote. Want die ging aan het eind van de dag, stapte je uit op station Zuid. Hoe ging dat? Vertel. Ja, dat was op een avond rond 7 uur. En er stapten met meerdere mensen hier uit. En ik hoorde echt in de trein mensen zeggen, wie stapt hier nou nog uit om deze tijd? En we hadden echt zoiets van, hè? En toen zei je nog wat? Ja, ik heb meteen gereageerd van, er wonen hier ook mensen. Wat leuk. Ja, dat verwachten mensen toch nog niet. Nee, maar dat was in die tijd, had je natuurlijk ook wel minder woningen. Ja. En het zijn er natuurlijk, en het worden nog veel meer. Ja. Je vertelde me ook waar je nu woont, hè, in Buitenvelde. Daar heb je heel veel contact met je buren. Ja. Hoe uitziet dat? Dat uitziet nu vooral in een praatje maken op straat. Maar in onze eigen portiek koken we ook wel eens voor elkaar. Oh, wat leuk. Ja. Voor elkaar? Ja. Met twee buurvrouwen, waaronder ik. Oh, leuk. En we wisselen dan onze hapjes uit. Leuk? Ja. Wat een leuk idee, zeg. Ik zie ook, dit is dan een soort, wat is het, een flyer. Want je schildert Ricky. Ja, dat klopt. Ja. En de expositie, kijk dan, prachtig. Dankjewel. Mooi. Ja. Waar haal jij je inspiratie vandaan om te gaan schilderen? Vooral uit de natuur. En ook tijdens mijn wandelingen hier in de omgeving. Want we wonen hier natuurlijk in een prachtige groene omgeving met mooie parken. Zo leuk dat je dat zegt. Want toen ik hier net kwam te wonen, zeiden mensen, hé, hoezo? Waarom ga je tussen al dat beton wonen? Ja. En jij vertelt, ik haal mijn inspiratie uit mijn omgeving, want het is heel groen. Het is heel groen. Mooi. Mooie parken. Beatrixpark, Amstelpark. Maar ook gewoon kleine parkjes tussen woningen in. Ja, ja. En niet te vergeten, een mooie tuin hier van de ABN AMRO. Ja, dat is prachtige inderdaad tuin. Hierboven. Ja. Hè? Fantastisch. Ja. Ze hebben ook allerlei verschillende bloemen en zo. En klopt. Kruiden, geloof ik. Ja. Exposeer je ook, Ricky? En waar doe je dat? Ik exposeer regelmatig, zowel in binnen- als buitenland. Echt? Kan je in buitenland? Volgende week op een online tentoonstelling in Zurich. Wat leuk. En ook af en toe in Rome. Maar hoe doe je dat dan? Heb je een website dat mensen Ja, ik heb een website. En je wordt natuurlijk ook benaderd op een gegeven moment. Als het ene balletje gaat rollen, dan ontwikkelt zich dat verder. En soms is het aanbod iets te groot en moet je gewoon keuzes maken. Leuk zeg. Maar hoe ben je op dat schilderen gekomen? Dat is heel, heel lang geleden. Ja. Een goede vriendin die schilderde zelf. En die zei op een gegeven moment tegen mij, kom, pak mijn spullen, ga een beetje oefenen. En die vond dat helemaal geweldig. Terwijl ik nog zoiets had van, huh? Hoezo zou ik dat doen? Hoezo zou ik gaan schilderen? En toen zei ze op een gegeven moment, ga dan maar gewoon al die spullen kopen. Zorg dat je het in huis hebt. Want je staat een keer op een dag op en dan ga je gewoon schilderen. En dan, als je het niet in huis hebt, dan word je gek. Nee, en toen heb jij... Leuk. Aan wijze raad opgevolgd. Leuk. En hoe lang doe je dit al? Ik schilder eigenlijk al heel erg lang. Maar een beetje op dit niveau. Een jaar of 6, 7. Leuk hoor. Ja. En heb jij... want je vertelt net, ik kom maar vanuit Utrecht hier naartoe. En toen jij vanuit Utrecht hier naartoe kwam, had je al contacten hier dat je dacht... Ja, ik had al wel wat contacten. Ik heb ook een vriendin in Amsterdam wonen. Dus dat gaat vrij makkelijk. En ik ben zelf heel open en toegankelijk, dus ik leg ook makkelijk contact. En je hebt want ik zie hier een hele leuke foto van... Want mijn vraag is, heb jij een favoriete plek? Nou, ja, de Botanische Tuin Zuidas. Vertel. Dat is een pareltje in deze omgeving. Ja, want niet veel mensen weten dat, hè? Nee. Kun je vertellen waar de Botanische Tuin is? Het ligt naast de VU. Dus de mensen die bij de VU werken, die kunnen via de loopbrug zo de tuin in. En het is gewoon een prachtige plek. Hey, en waarom heet het, want het voorheen heette het de Botanische Tuin, hè? Het heet nu Botanische tuin van de VU was het eerst. Okay. Het is nu Botanische Tuin Zuidas. Want de Zuidas is sponsor en heeft ook dit mooie hek aan laten brengen. Ja. Prachtig, heel mooi. Prachtige plek. En ik zou zeggen, ik doe een oproep voor de mensen die naar jouw expositie willen kijken. Ja, want vanaf wanneer is dat? Zondag ga ik de expositie inrichten in Verpleeghuis Vreugdehof, hier in Buitenvelde. Oh ja.
Ja. Dus ook wel eens fijn om weer eens in je eigen omgeving te exposeren. Zeker. En dan ook weer de mensen te ontmoeten. Ja, en het is voor iedereen toegankelijk om daar naartoe te gaan? Voor iedereen toegankelijk, de hele dag. Gewoon melden bij de receptie en dan... En is het voor jou de eerste keer, Ricky, dat je een expositie hier organiseert? Nee? Nee. Ik heb ook geëxposeerd bij Elements Hotel. Oh, in het restaurant. Ja, dat is ook allemaal. Het is wel een beetje buitenvelderd, hè? En bij de OBA en Huis van de Wijk. Leuk, heel leuk. Amstelveen ziekenhuis, boven IJ ziekenhuis. Dus volgende week kunnen we naar de expositie vanaf maandag. Ricky van Deursen. Ja. En maak je nog reclame op social media? Of, want hoe kunnen mensen bijvoorbeeld jou vinden? Voornamelijk op Instagram. Ja. En ik heb een eigen website, dus via Google kunnen ze mij ook vinden. Nou, ontzettend, ontzettend leuk. We gaan zeker kijken naar jouw expositie. Bedankt leuk, voor je bent welkom. Ja, bedankt voor het delen van je verhaal. En ik kom gauw kijken. Dank je wel, Ricky. Jij ook, bedankt. Nou, wat ziet dat er weer lekker uit. Ruik even. Ik ga even ruiken. Och, wat heb je weer je alsof best... je weer gewoon in Italië zit, hè? Nou, ik waan me gewoon aan de Amalfi-kust. Alsof je, hè? Ja. Wat heb je weer je best gedaan? En wat is het weer een cadeautje? Kijk, dus ik hou hem heel netjes vast. En die ik spaghetti zie... en die saus, daar zitten natuurlijk de shiitakes in het worstje. Heerlijk. En ik heb die aubergine, zoals je kon zien, heb ik die gefrituurd in een beslag. En dan wat afgegarneerd met basilicum. En goudse oplegkaas. Goudse oplegkaas? Dus geen parmezaan. Nee joh. Dus dat is best een goudse oplegkaas. Het was een hele krachtige smaak, denk ik. Ook 2,5 jaar oud. Dus ook lekker. Lekker met die kristallen erin. Och, heerlijk. En zelfde umami als parmezaan. Nou, parmezaan is wel de koning natuurlijk van maar het is een, om het Hollands te houden. Het ruikt heel kruidig, inderdaad. Het ruikt heel kruidig. Nou, wat ook heel lekker ruikt, is deze nou, jongen. Ik weet dat niet. Ik ruik hem van een afstand. We gaan eventjes naar Zuid-Frankrijk. Ja? Oh, Zuid-Frankrijk en Italië. We hebben ook een Pinot Grigio uit Italië, maar die is toch wat droger. En ik dacht, nou, met die molligheid van die romige saus en die kaas en dat gefrituurde... Oh, ben ik toch op zoek naar ietsje... Heerlijk. Ja. Ik ga jou... Ik zou zeggen, proosten. Welkom terug. Nou, dit was alweer, ik denk nu, de 19e of de 20e editie van de Zuidas Today Talkshow. Volgende week zijn er weer. Zelfde locatie in Circle. Zelfde tijd om 14:00. Wij kijken er heel erg naar uit. Ik heb genoten. Ik hoop jullie ook. En ik zou zeggen, tot volgende week. Oh, en volg onze socials, hè. LinkedIn, Instagram, YouTube. Volg ons en ook op Facebook. En als er bedrijven zijn die geïnteresseerd zijn om ook deel te nemen, ik zou zeggen, stuur een mail of bel. Tot de volgende week. Dag. Ciao.